Op dit moment bekijken het SRE en de gemeente Nuenen naar de mogelijkheden om een vakantiepark te bouwen op landgoed Gulbergen. Het plan komt van Liebema, eigenaar van onder meer het Dierenrijk in Nuenen en Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Liebema wil op Vaalre, dat tussen de A270 en het spoor ligt, maar liefst 300 bungalows en een zwemparadijs realiseren. Voordat er überhaupt wordt gesproken over een bouwvergunning, zal er eerst een informatieavond komen voor alle betrokken gemeenten bij het plan. Naast Nuenen zijn dat Helmond en Geldrop-Mierlo.